Ik heb alweer telefonisch contact gehad met dat bedrijf waar ik dat touwtje had besteld voor Rijka. En een tas, de doos met het touwtje erin die retour gaat. Ja, lieve vrienden, een hele goede middag. Ja, het is te laat, maar ik ben al een hele tijd eruit, want ik heb al heel wat gedaan. En Rebecca is geweest. Maar ik wens jullie natuurlijk een heel hartelijk welkom bij een gloednieuwe vlog van Corinna en de Beestenboel. En we leven vandaag op woensdag 29 juli. En we leven momenteel om 11 minuten over 2, 14 uur 11. Ja, ik heb alweer telefonisch contact gehad met dat bedrijf waar ik dat touwtje had besteld voor Rijka. Ik heb weer een nieuwe besteld, kleiner, wel dezelfde kleur, maar kleiner en smaller, etc. En er moeten meerdere dingen retour. Ik had ook een hoedje besteld die haar te klein was, dat weten jullie. Die gaat retour. En voor mijn tuindeur heb ik eventjes de brief klaargemaakt. De doos die is klaar, er moet enkel nog een barcode op, maar die moet ik nog ophalen. Want ik heb zelf helaas geen inkt meer. Dus ik heb even iemand anders opgebeld en even lief aangekeken. Zou jij dat voor mij uit willen printen? Dus ik heb er even een e-mail gestuurd en huppata daar naartoe. En ze hebben het uitgeprint in dat, zij moet straks ergens naartoe en daar moet ik ook dan even naartoe. En dan krijg ik het overhandigd, dus ja, alles gaat in een tas, de doos met het tuigje erin die retour gaat, dat hoedje wat retour gaat, en dan voor mijn tuindeur. Dus ja, dat gaat zo mooi mee. En dan kan ik bij haar, waar ze heen gaat, kan ik die barcode op die doos plakken met plakband. Dan ben ik voor 5 uur nog bij Bruno om het op de post te doen. Dan kan dat voor 5 uur nog mee. Ja. Dan, als het goed is, hebben ze het morgen. Dan kunnen hun dat andere gelijk weer retour doen. Zouden ze ook klaarmaken, maar ze doen het niet eerder. Dan dat deze in ontvangst is genomen. En dan sturen ze die andere op. Dus die kan ik misschien tussen haakjes open en sluiten. Vrijdag of zaterdag verwachten en ik hoop niet andere week pas. Maar ja, we merken het wel. We zullen het wel beleven. Ja toch? Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, dit nam mijn hoop werk in beslag. Ik heb Rijka net weer uitgelaten. Ja, ik ben zat even. Ik ga nou eventjes aan mezelf werken. Dat is even mijn nagellak eraf halen. Ja, sowieso even dat verwijderen. Dus ik zal nog weer even een zakje pakken voor mijn meubels te beschermen, want als het om dat bijt uit. Ja, en dan een oude handdoek. Nou, die heb ik hier wel. Een oude handdoek, dat is die. Die is al zo oud als de weg naar Rome. Nog een plastic tasje erbij en ik heb koffie, dus ja. Even aan mezelf denken. Toch? Ja. Nou, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet ze. En ja, ik denk dat ik zwarte nagels er eens een keer op doe. Ja, waarom niet? Ik zie wel. Ja, waar ik zin in heb, komt straks wel eerst eraf en dan zullen we het verder beleven. En je moet niet zo mekkeren, je hebt eten gehad. Ik heb het net opgeruimd, je wou niet meer. Ik heb het van de grond weggehaald. Ja, eeuwen. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen tot later.